Language Institute Regina Celi is opgericht door de zusters Canonicussen van de heilige Augustinus in Vught. De zusters starten in 1963 een eigen talenpracticum in hun kloostergebouw. In het begin waren het voornamelijk religieuzen en ontwikkelingswerkers die een vreemde taal kwamen leren bij Regina Celi. Maar de kwaliteit van het talenpracticum werd al snel ontdekt door ambassadeurs, politici, ondernemers en BN'ers. Het talenpracticum van de zusters verliet in 1982 het oorspronkelijke klooster en betrok een nieuw gebouw op eigen terrein. Het behield de naam Regina Celi. Het leren van een taal is veel meer dan het verstaan van de ander. Al sinds de oprichting in 1963 geloven ze bij Regina Celi dat taal mensen verbindt en in beweging zet. Vandaag de dag is Language Institute Regina Celi een instituut en biedt taaltrainingen aan op internationaal niveau. Okay, we zijn hier in Language Institute Regina Celi, beter bekend als de Nonnen van Vught. Mijn naam is Harm-Jan Bouwknecht, ik ben hier algemeen directeur. Nou, in 1962 werd gestart met taalonderwijs. En taalonderwijs niet alleen binnen het regulier onderwijs, maar ook voor mensen die naar het buitenland moesten. Nou, in eerste instantie waren dat vanuit de geschiedenis van de nonnen vooral missionarissen. Dus die kwamen hier en die kregen les in diverse talen voor de landen waar zij naartoe gingen. Vanuit de missionarissen waren er natuurlijk ook nog andere doelgroepen. De toenmalige directeur die dacht van ja, welke doelgroepen zou ik nou kunnen bedenken? En dat deed ze eigenlijk heel slim. We zouden nu zeggen, nou, ze was een goede netwerkmarketeer. Wat zij deed was zeggen van ja, die missionarissen die gaan naar het buitenland en die moeten zich melden bij de ambassade. Nou, wie gaat er in Nederland over de ambassade? Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Dus zij heeft toen een brief geschreven aan minister Luns. En zei van, mag ik bij u op de thee komen? Nou, dat mocht. En toen heeft ze gezegd van, nou, wij hebben dit in de aanbieding, dat is heel succesvol. Nou, zo kwamen er al heel snel ambassadeurs naar Vught. En vervolgens, die ambassadeurs die hadden weer hun contacten met het zakenleven. En het zakenleven, daar waren allemaal directeuren van belangrijke bedrijven die internationaal werkten. Dus die directeuren die kwamen ook hier hun taal doen. Dat was een intensief uitgebreid traject met overnachting. Er was hier een mooie villa. En daar kreeg men les. En zo is het begonnen. Nou, zoals jullie zien is dit een heel modern gebouw en werken er ook geen nonnen meer. We hebben nog wel een sterke band met de nonnen. Hè. Al onze winst, of de winst die wij overhouden, die niet voor het instituut noodzakelijk is, die gaat naar de goede doelen van de nonnen, van de nonnen zelf. Nou, dat is denk ik een mooi ding om voor te werken. Wij zijn natuurlijk bekend ook vanwege het feit dat bekende Nederlanders over ons praten. En ja, die komen hier. Bekende voorbeelden die in het nieuws zijn geweest zijn bijvoorbeeld Chantal Jansen, Lieke van Lexmond, Roy Donders, Nick en Simon, maar ook Paul Verhoeven, kamerleden, politici, etc. En zelfs leden van het Belgisch Koningshuis. Hoe snel gaat dat nou, zo'n taal? Heb je nou aan een weekje naar de nonnen genoeg? Nou, dat is heel erg afhankelijk van je instapniveau en wat je wilt bereiken. Gemiddeld genomen komen de mensen hier een week. Er zijn mensen die over een langere periode inderdaad komen, maar dan niet 6 maanden achter elkaar, maar gewoon afgewisseld leertijd en praktijktijd. En dus dat zijn de verschillende mogelijkheden die wij aanbieden, maar altijd afhankelijk van een goede bepaling van het startniveau en de doelstelling van iemand. In welke talen geven wij hier les? Dat doen wij in 8 talen. Ja, dat is Nederlands en Engels als onze grootste 2 talen. Engels is daarbij onze grootste taal. Verder geven wij les in Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees. Maatwerk betekent voor ons dat we precies jou die taal leren die voor jou belangrijk is en die jij kan toepassen in de praktijk. En dat je niet dingen leert die niet nodig zijn. En dan heb je de meeste kans dat je met veel zelfvertrouwen je nieuwe praktijksituatie tegemoet gaat. En dat is waar wij heel hard aan werken. We zijn trots op dat Regina Celi de Nonnen van Vught als naam heeft. Nou, die naam is op zich een naam die wij koesteren en die wij ook zullen blijven voeren. Ik denk nog wel heel veel jaren meer. En in die zin zijn we natuurlijk ook heel trots erop dat wij een van de schatten van Vught zijn.
Een bezoek aan Vught begint hier. Bezoek Vught.nl.